Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske, en vandaag hebben jullie wat live Black Ops 2. En ik dacht van, we doen dus weer wat Black Ops 2, leuk voor de afwisseling. En het is eigenlijk de enige game waar volgens mij nog partygames zit, want op Ghost zit geen partygame, dacht ik. Ik weet niet zeker, maar volgens mij niet. En die kerel die rent weg en die challenge maar hier en die oont mij hier waarschijnlijk. Ah, toch niet, hij is gewoon stom. Nou, in ieder geval, we moeten even eerst voorbij die eerste stapel kutwapens, zeg maar, die pistooltjes. En als we daar vanaf zijn, dan kunnen we pas echt gaan streken, hè. Waar, wow, de meen niet. Hoeveel koos had die kerel zijn hoofd? Nee. Oh shit, oh shit. Oh, ik kan een hitmaker. Come on, come on. Er zit er eentje bij, hè? Dat is goed. Oh fuck. Ik word wel twee kanten challenge. Nee, als ik die heb, hè. Oh shit, ik ben echt een Terminator. Maar ik val vandaag wat live Black Ops 2 dus. En ja, ik bedoel, ik weet niet of jullie eigenlijk nog Black Ops 2 spelen. Ik persoonlijk niet. En dat komt, ik vind Ghost op het moment wel echt super. Gewoon om het feit dat ik klaar ben met Black Ops, zeg maar. Ik had gewoon zin in iets nieuws. En Ghost biedt mij net iets nieuws. Dus het is allemaal wel weer hetzelfde in principe. Maar je snapt wel wat ik bedoel natuurlijk. En ja, Ghost speelt altijd iets soepeler, vind ik zelf. Dan dit. Oh, als ik die kerel had, hè, dan ging het echt nice. Maar in ieder geval, ja, voor de rest is vandaag niet gek veel te vertellen. Ik ga proberen straks trouwens nog een serieuze commentaar te uploaden, zeg maar. Want party games, dat is maar iets wat ik meestal tussendoor doe. En ik doe nou even dit, omdat ik waarschijnlijk niet heel veel tijd heb, want ik ben vandaag jarig en er komt straks visite. Dus ik denk, maak even snel één video. En mocht ik straks een tijd hebben, dan maak ik nog een andere. Maar ik wil wel iets geüpload hebben, want ik upload de laatste tijd echt weinig. Maar dit is gewoon, het is gewoon moeilijk om jezelf constant, ja, te blijven pushen, zeg maar. Van, oké, vandaag moet ik iets uploaden, vandaag moet ik iets nieuws uploaden, nieuwe ideeën bedenken, noem maar op. En er zit iemand in mijn rug. En dat is eigenlijk het moeilijkste van YouTube. En heel veel mensen vragen me ook al zoiets van, hoe kan jij zo gemotiveerd blijven met video's maken? En ik ben niet gemotiveerd. Jullie motiveren mij als het ware. Dus als jullie video's liken, motiveren jullie mij. Hoe meer jullie liken, hoe meer zin ik heb in een nieuwe video maken. En dat is eigenlijk het idee. Maar ja, soms dan zoek je het gewoon niet. Dat is gewoon simpel. En ja, vandaag probeer ik gewoon nog even iets te uploaden. Deze kerel, ja, die zit hier al de hele tijd te wachten, hè. Dat merk ik echt, jongen. Als je dit gaat spelen na Call of the Ghost, dan merk je gewoon hoe stroef dit spel speelt. Echt, ik kan bijna niet met die wapens overweg. Het is gewoon zo stroef. Ik kom bijna niet vooruit. Ik dacht echt dat knuppeltje van het rennen, daar ook echt bijna door mijn controller heen. En ik kom nog niet vooruit. Ik kom dat je stalker hebt. Nope. We zijn eigenlijk wel aan het winnen. Ja, we zijn aan het winnen. Oh, shit. Kijk hoe ik om de hoek kom. Omdat ik geen stalker heb. Oh my god. Come on, come on, come on. Oh, shit. Ah, ik heb gewoon een shotgun geowned van dichtbij met een sniper. Ja, dat is wel een hele normale sniper. 15-3. Gaan we voor zonder dead? Nou, nee, ja, ik blaas je auto op. Dat is zo stom in het spel. Als je auto's opblaast, of bijvoorbeeld, weet ik veel, een gastank ding of zo, weet ik veel. Dan krijg je dus die kill niet. Oh, jongen, direct impact. Crossbow all the way, 19-3. Oh, shit. Nee, die heb ik niet. Oh, dat was ook niet de bedoeling. Ja, jongens. Stalker all the way. Oh ja, die heb ik. Ja, dat maakt niet uit. Ik heb mijn kills. Laatste kill nou. Ballistic knife. Ik weet echt niet hoe lang dit potje gaat duren. Of hoe kort dit potje eigenlijk is. Niet lang. 21-4. In ieder geval, ik wil je gewoon even vertellen. Van, hey jongens, ik ben jarig. Ik ga in ieder geval proberen nog eventjes een video te maken. Of in ieder geval, ik heb al een gameplay van gisteren. Gisteren ging het eigenlijk best wel goed met Call of the Ghost. Ik had gelijk maar een cammetje gehaald. En dat was eigenlijk mijn eerste match dat ik Domination weer speelde online. Daarvoor had ik allemaal Infected gespeeld met een maat van mij. Toen had ik trouwens ook een 24 gun streak in Infected, hè. Ik moest toch één kill voor die camstrike. Ik had geen coach mee. Ik denk, ja, fuck jullie. Ik ga gewoon recht tegenover die enemy staan. Ik zeg van, nou, gaan we maar live. En toen was ik dood. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden voor zo lang het duurde. Ik ga proberen nog even snel een andere video te maken. En dan zie ik jullie misschien straks wel weer. Maar in ieder geval, ik denk, ik maak even dit. Zodat er in ieder geval al sowieso iets online staat vandaag. En party games is sowieso wel geinig op zijn tijd. Dus in ieder geval tot de volgende keer en houden we.